We zijn hier in Oosterbeek voor de Fietsersbond. We gaan hier 4 dagen testen met 70 mensen en 37 fietsen. Het is een heel spannend parcours met veel heuvels. Dus als je e-bike het hier goed doet, dan kan je er eigenlijk overal mee fietsen. Kees Makker van de Fietsersbond. En ik heb eigenlijk een soort nickname, dat is Testcase. Onze Testcase die kijkt ook naar alle fietsen en die kijkt naar de resultaten, naar wat mensen gezegd hebben over een fiets. En hij is heel deskundig, hij heeft jarenlang ervaring met e-bikes, heeft allerlei soorten fietsen getest. Dus hij kan er wel wat over zeggen. Nou, we hebben ze onderverdeeld in 3 categorieën. De eerste categorie is de voorwielmotor met naversnellingen. De tweede categorie is de middenmotor plus naversnellingen. Dat is eigenlijk een beetje de allround categorie als je gewoon een goede onderhoudsvrije fiets zoekt. En de derde is de sportieve categorie, dat is de middenmotor met derailleur. Dat is voor als je bijvoorbeeld op vakantie wil of wat sportiever wil fietsen. Dit is een Cannondale en ik heb een Cube getest en een Specialized. Ik vind eigenlijk tot nu toe de Cube het beste. De Specialized was ook een goede fiets, maar met een hele rechte zit. Vering was ook bij alle 3 goed. Ze zijn aan elkaar gewaagd, die 3 in ieder geval. Dit is de trekfiets die ik heb getest en die is snel in het optrekken. Hij zit heel goed op de weg. Het remmen is prima, de vorm waarop je zit, die zit echt één met de fiets, een super fiets. Bij het schakelen, niet naar een hoge versnelling van tempo, maar van schakelen met versnelling, dat hij dan de fiets afremt, de motor remt dan af en dat ben ik niet gewend. Dat betekent dus dat de fiets mij controleert en ik wil dat ik de fiets controleer. Je hebt het oordeel van de gebruikers, maar die weten eigenlijk niet waarom ze een bepaald oordeel hebben. Die zeggen gewoon van ik vind dit slecht of ik vind dit goed. Maar ik kan dan ook nog het duiden. Dus het is eigenlijk een combinatie van de gebruikers met mijn technisch oordeel die de test zo goed maakt. In combinatie ook met het selectieve testparcours. Dit is een Gazelle. Als je vlak fietst, gewoon zeg maar voor in de stad, is het een prima fiets. Hij helpt je wel mee, hij ondersteunt je echt wel. Maar als je de berg op moet, zoals we het hier hebben gedaan, dan doet hij eigenlijk veel te weinig. En dan is het wel heel zwaar fietsen. Heerlijk! Daar doen we het voor, toch? Mag ik nou weer naar binnen? Ik heb hier 4 fietsen uit de test die heel goed beoordeeld zijn door de gebruikers. En ik ga nu uitleggen waarom ze eigenlijk zo goed beoordeeld zijn. Dit is een fiets met een voorwielmotor die heel goed uit de test komt. Het vooral vanwege de rij-eigenschappen van de zit van de fiets. Hij fietst gewoon heel lekker. Daarnaast heeft hij goede remmen, hij heeft hydraulische velgremmen. En dat remt gewoon goed. De meeste fietsen in deze categorie hebben of V-brakes of rollerbrakes. En dat remt een stuk minder. En hij heeft een hele prettige ondersteuning. Hij heeft een voorwielmotor en die komt heel fijn in. Dus bij heel veel voorwielmotoren is dat het een beetje schokkerig komt. Maar bij deze gaat het heel vloeiend en rustig. Dus dat is een hele prettige ondersteuning. Dit is gewoon een prima fiets met een voorwielmotor. In de B-categorie hebben we fietsen met middenmotor en naversnellingen. En dit is een voorbeeld van een fiets die eigenlijk een standaard hele goede fiets is. Hij heeft eigenlijk zo'n beetje alles wat je van zo'n fiets zou willen. Hij heeft hydraulische schijfremmen. Hij heeft de Bosch Active Line Plus motor. Nou, dat is een hele prettige motor, want die is stil. Die heeft geen weerstand als je zonder motor fietst. En hij geeft toch hele goede krachtige ondersteuning, ook heuvelop en zo. Dus eigenlijk onder alle omstandigheden is ondersteuning goed. Hij heeft een heel stijf frame. Je kan wel zien dat hij een hele dikke koker is. Daardoor fietst hij stabiel. Hij heeft redelijk brede banden, goede verlichting en ook gewoon een goede, fijne, comfortabele zit. Dus eigenlijk, dit is eigenlijk een voorbeeld van een fiets die gewoon standaard goed is. Dus als je gewoon een comfortabele allround fiets zoekt, dan is dit een prima fiets. Nou, ik heb hier de Koga P10. Dat is een beetje een vreemde categorie in de B-categorie, want de meeste fietsen zijn op comfort en lage instap. Maar dit is een hele sportieve fiets, maar die beviel qua rij-eigenschappen heel goed. En dat heeft eigenlijk 2 redenen. Ten eerste heeft hij een heel stijf frame. Dus je zit heel stabiel, je zit lekker heel gecontroleerd op de fiets. En hij heeft hele brede banden. En we hadden een slecht testparcours. En daar kwam dat die brede banden heel goed uit. Dus eigenlijk qua rij-eigenschappen was hij echt perfect. En hij heeft ook een hele krachtige motor. En samen met de Nuvinci Harmony, of met de Nuvinci NAV, een traploze versnellingsnaaf, gaf dat eigenlijk een hele goede ondersteuning. Nou, wat ook fijn van deze fiets is dat hij een Cates riemaandrijving heeft. Dus dan heb je geen slijtage van je ketting, geen kettingsmeer. Je hebt geen kettingscherm nodig. Je hebt gewoon een onderhoudsvrije schone aandrijving. Nou, dit is de Trek uit de C-categorie. In de C-categorie hadden we sportieve fietsen met een derailleur.
En deze fiets kwam heel goed uit de test, ook weer vanwege de rij-eigenschap. Hij heeft een stijf frame en brede banden. Dus je zit heel stabiel, gecontroleerd. En hij heeft ook een hele krachtige motor, de Bosch CX. Dus je gaat bijvoorbeeld heuvel op, ga je heel snel. Als je aanzet, dan ga je gelijk vol, trek je vol op. Dus een prettige fiets om snel sportief te rijden. En heel gecontroleerd, goede remmen, goede banden en een heel stijf frame.